De film The Lettuce Hunters is een door en door Udese productie. Er is in Ude gefilmd, de acteurs komen uit Ude en ook de jonge filmmakers zijn Udenaren. De western is dan ook goed ontvangen door het Udese publiek. De verbazing ook van mensen die niet hadden verwacht dat wij zo'n film hadden gemaakt. Mensen dachten ze zijn in de achtertuin gaan filmen en uh, dat heeft een filmpje opgeleverd. Alleen echt van begin tot eind waren mensen geboeid en dat hadden ze denk ik niet verwacht. Dus die verbazing, daar waren mensen vooral zo enthousiast over. Konden ze zich ook voorstellen dat het allemaal in en om Uden speelde met Udense acteurs? Sommige mensen kunnen daar heel goed, uh, kunnen daar heel goed een onderscheid in maken, andere mensen weer niet. Er was ook iemand en die zei: ja, in het begin dan staat dat Texas en dan even later zitten ze weer op Bedaf. Dus sommige mensen kunnen wel uh, zi zich bedenken: oké, okay, Bedaf is nu even Texas. En andere mensen zien nog steeds gewoon dat we uh, op Bedaf reden of uh, hier in de buurt van Uden. Dus dat hou je altijd. Nu hebben jullie voor eigen publiek die film vertoond. Is dat extra spannend? Ja, dat is extra spannend eigenlijk. Want de mensen die kennen ons natuurlijk. En als je het voor onbekenden doet, dat is ook spannend. Alleen als er bekende mensen meedoen, dan daar hecht je toch meer waarde aan. Omdat die mensen die kennen je. En, uh, het zijn vaak ook dierbare mensen die natuurlijk uh, kritische dingen zouden kunnen zeggen. En dat doen ze ook hoor. Maar over het algemeen zijn, die, uh, zijn ze heel... heel Heel enthousiast over de film. En dat enthousiasme, dat is, ja, daar leef je bijna van, uh, zou ik zeggen. En jullie zijn alweer bezig met de nieuwe film? Ja, we zijn, uh, we zijn weer bezig met de film van Sean, die heet Dogs. En jij bent de regisseur. Hoe gaat die eruit zien? Um, ja, dit is de eerste film die we gaan maken zonder knipoog. Dus we willen een. De uh, Hunters was een hommage aan de westernfilm. En uh, dit wordt de eerste film die we echt willen brengen. Vrij serieus, vrij donker. En af en toe uh, misschien wel een beetje akelig ook. Zoals je hier ook kunt zien waar we nu aan het filmen zijn. Het is uh, donker, smerig. Maar uh, ja, dat komt er heel gaaf uit te zien, denk ik. En wanneer kunnen we hem verwachten? Uh, 2015. En we uh, mikken op uh, juni-juli 2015. Hetzelfde productieschema als uh, vorig jaar eigenlijk. En zijn jullie nou beroemd in Uden en omgeving? Nee, absoluut niet. Maar uh, we zijn, uh, ja, dat is ook niet het doel. We zijn gewoon lekker films aan het maken. En uh, hoe meer mensen ze zien, hoe, uh, hoe beter.